welkom, Peter. Dat is natuurlijk achter. Ik wilde, voor de mensen die mij niet van hem kennen, wilde ik mezelf al voorstellen en ook een kort verhaaltje houden over hoe ik hier in terecht gekomen ben in deze ruimte. De ruimte die waar ik nu in sta, heb ik Coleman's Cube genoemd. En dat gaat eigenlijk terug naar de tijd dat ik op een kunstacademie zat, zo'n jaar of 7 geleden. Ik heb toen met een idee rond. En dat was ontstaan op het moment dat ik mezelf bewoog. Met een soort tai chi-achtige beweging op muziek. En op het moment dat ik die beweging maakte, ging die muziek sneller dan mijn beweging. Oftewel, ik voelde de momenten dat ik dacht, als ik nou eens met die bewegingen, die muziekstructuren, die geluidsstructuren kan sturen, en in ieder geval die snelheid daarvan zelf in de hand heb, dan zou ik daar een hele mooie koppeling kunnen maken tot een tot een vorm van theater, denk ik. En dat kwam misschien ook wel omdat ik in die tijd een boek las. Dat was een boek van Ato en daarin beschrijft hij hoe hij voor het eerst de Balinese theater ziet. En dat is in de jaren 20 geweest. Toen kwam Balinese theater naar Parijs. In die tijd was het theater nog, voor zover ik begreep, heel sterk vanuit de tekst ontstaan. Er was eerst een script gemaakt en daar op dat script werd theater gemaakt. In feite werd dat woord uitgedragen via een stuk. En Ato stond voor, die zag dat het theater, dat Barische theater, en die schreef na afloop wat dat theater ons gebracht heeft in de westerse wereld, is eigenlijk het idee van een fysiek theater. Een theatervorm waar de bewegingen bijna een eigen taal spreken. Dat was natuurlijk niet helemaal nieuws, want dat had je in dans ook, maar het idee van een hele directe koppeling van allerlei manieren van uitdrukken, of dat nou natuurlijk ook tekst was, of geluid, of ritmes. Als je daar zeg maar zo'n sterke eigen taal van zou kunnen maken, dan zou het een vorm van theater worden die veel directer zou kunnen spelen. En vanaf dat moment heb ik denk ik zo'n 2 jaar rondgelopen met dat idee om die koppeling ook zo echt te maken met je bewegingen in een ruimte, de muziek veroorzaken. Eigenlijk wil je op dat moment zelf het instrument zijn. En misschien is dat ook niet helemaal vreemd als je bedenkt dat elke muzikant, instrumentalist, die heeft iets vast, die bespeelt, of dat nou een snaar is waar je aan trekt die een geluid veroorzaakt. Alleen in de elektronische muziek heb je niet dat contact met die materie. Tenminste, ik spreek er voor mezelf. Ik heb een hele tijd nodig gehad om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hoe je zo'n klank bijvoorbeeld ophoudt. Maar ik vond het wel gelijk een heel fascinerend idee dat je een klank kan creëren in een synthesizer, dat je een aantal aspecten daarvan kan bepalen, bijvoorbeeld hoe die in de tijd verdwijnt of hoe zo'n hele verloop is in de tijd. En ook dat je zo'n klank op kan slaan in een geheugen, als het ware, en later tevoorschijn kan halen. En er was een festival in die tijd in Enschede. Er waren ook mensen van Stijn. Daar was ook een technicus uit Enschede, Andries Lohwijn. Die heeft mij geholpen in die tijd om een prototype te ontwikkelen waarmee ik een aantal jaren heb kunnen werken. Er waren een aantal beperkingen aan dat prototype, onder andere dat je klanken kon koppelen aan de ruimte. Je kon er niet echt op ingrijpen. In die tijd, en dat zal zo'n 5 jaar geleden zijn, heeft
Stijn me uitgenodigd om naar Stijn te komen. En heb ik hier een aantal jaren mogen werken. En sinds dit voorjaar is het zover dat er een nieuwe controller is waar ik een heleboel over zou kunnen vertellen, op wat voor manieren je ermee zou kunnen werken. Maar ik denk dat gaat heel ver dan in de techniek zelf. Dat zijn dingen die misschien op een goed moment als iemand dat zou willen, dat Ton daar iets over kan vertellen. Want Ton heeft de software geprogrammeerd. Ik heb wel specifiek om een aantal dingen gevraagd. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de klank misschien kan Nico wat geven. Dat een klank niet allemaal gekoppeld is aan de ruimte. Zo zie je het. Maar dat je in zo'n klank zelf gewoon in kan grijpen. Dat je hem als het ware kan spelen, kan optrekken en daar op een fysieke manier mee kan werken. Een paar kleine dingen wil ik wel over zeggen. Als je af en toe naar een kleur ziet veranderen op het scherm, dan komt dat omdat er in het programma in cloud de mogelijkheid is om wisselingen te maken van. Daarmee veranderen ook de inhoud van je daar. Thank you.
Vlak voor de zomer deed deze brug die hier door Tom ontwikkeld was en klaar was om mee te spelen eigenlijk. Hadden we afgesproken dat ik in de najaar hier op Stijn een presentatie ermee zou geven. Omdat daarmee het instrument ook de wereld in kan. Er zijn een heleboel verschillende toepassingen heb ik de laatste paar jaar ontdekt. Niet alleen om het als een muziekinstrument te gebruiken, maar ik heb een aantal ervaringen opgedaan met mensen die er weer op een hele totaal andere manier mee werken of zouden willen werken. Ik heb hem gezegd dat ik in het najaar op Stijn zou spelen. En ondertussen werk ik nu aan een stuk, zeg maar, om binnenkort te presenteren. Het duurt nog wel een tijd. Ik denk dat het zeker tot het voorjaar zal duren voordat ik in feite vat gekregen heb op die materie waar ik nu al een paar jaar mee aan het worstelen ben, zeg maar. Het ingrijpen in de klanken zelf. Ik heb toen bedacht dat ik in ieder geval hier het instrument neer wilde zetten. En ik wilde voorstellen dat iedereen die hier is, er zelf in gaat, mee naar verder gaat. Dus ik zet het instrument neer en iedereen die gaat erin en speelt er mee.
wel even voorstellen om het instrument als open te verklaren. Steunsoldaat af is hier ergens in Amsterdam waarschijnlijk, u weet op Stijn, om dat te presenteren en misschien klinkt dan. Of misschien kan ik iets toevoegen of... Dat het instrument nu geopend is, betekent dat dat wij worden uitgenodigd om daar bewegingen te maken. En dat, wat bedoelt u daarmee? Dat het instrument geopend is? Ja. Dat bedoelt u daarmee? Dat bedoel ik dat. Nee. Tenzij ik er nog iets over kan vertellen. Ja, op zich kan ik er, zou ik er uren over kunnen praten. Op dit moment waarschijnlijk zelfs beter erover praten dan we spelen. Maar, ik heb een paar korte schetsen uit waar ik eigenlijk mee bezig ben hier ingestopt, zo zou je het kunnen zien. En wat ik al zei, het ding kan zoveel, ik kan er zoveel dingen mee doen. Een van de dingen waar ik de laatste tijd mee bezig ben is om te kijken in hoeverre ik beeld kan koppelen, zeg maar, aan de ruimte. Je kan het zien als een instrument, je kan het ook zien simpelweg, of misschien zelfs een botweg, als een grote schakelaar waarop je al deze locaties en ruimtes kunnen zien als schakelaars dat je aan en uit kan zitten. Dus dat is natuurlijk die staan te trillen en dat je daarin, dat je daar misschien is dat wel verlangen om controle uit te oefenen over dat, over die. Maar het is en tegelijkertijd ervaar ik het ook vaak als een strijd om te kijken van ja, wat is dat nou precies in die klank dat, want ik zie mezelf eigenlijk ook als een leek wat dat betreft. Ik was schilder, ik had gewoon een doek voor mijn neus en ik ging met een kwarszaal en je ziet dus gelijk wat je doet. En hierin zijn het een aantal. Er zijn een heleboel aspecten, denk ik, die je van tevoren bepaalt. Je kijkt naar een aantal nummers waarvan je weet van als ik die nummers verander, dan wordt het geluid harder, wordt het zachter of dan verander ik dat deel in het geluid op een andere manier. Dan gaat die klank naar beneden. En om dat dan te herinneren aan iets wat zichtbaar is, dat je als het ware die machine probeert binnenste buiten te keren en dat zichtbaar maakt hoe het in je neemt. Dus is het een net of een biertje, dat je het ook mogelijk aan de voortdurende wil gaan monteren? Je zou het zo kunnen zien, je hebt de resolutie, zeg maar. Je kan in feite alle boodschappen die je in MIDI, ik weet wat MIDI is, maar... laat ik daarmee halen. Alle boodschappen die je in MIDI zou willen versturen, dus de speelnoot, moduleernoot, alle aspecten die je in zou willen veranderen, die zou je kunnen veranderen. Dan kan je zover gaan dat je een system exclusive boodschappen weer stuurt. Je kan sinds kort ook van buitenaf MIDI inbrengen in hetzelfde systeem, zodat je er wel van op de camera bij hangt of dat je die stem gebruikt als een parameter om te bepalen om. Eigenlijk kan vanaf nu waanzinnig vinden.
Zelfs zoveel. Ik heb Tom expliciet om een aantal dingen gevraagd. Dat oude systeem, daar kon je. En het gaat in feite nog. En. Ja, dan. De afgelopen jaren begon er één ding, en dat bouwde dan steeds verder uit. En nu is het opnieuw aan het bouwen te beginnen. En misschien is dat wel goed manier. Wat mij dan toch het meest aantrekt voor is, is ja, die klanten bij elkaar. Bij elkaar zoeken en in het begin zie ik mezelf ook niet echt niet als een muzikant, maar dat is het maar dat die muzikant in de richting. En ja, dus dan weer dat als muziekinstrument benaderen. Je kan aan die locaties, ik wil er best wel wat meer over vertellen, hoe ik niet alleen tegen jou zou maar. Je kan in feite in deze ruimte de kaart op layout van maken. Je neemt gebieden, die geef je aan door de coördinaten te voeren. En aan zo'n gebied, en daar kan je deze hele ruimte mee volmaken, die kun je van zo'n klein opzij zijn. Daar koppel je acties aan. En een actie dat kan eigenlijk alles zijn wat je nu zou willen doen. En dat hoeft niet per se één noot te zijn, dat zou een akkoord kunnen zijn. System exclusive boodschap, nou ja, alles wat je zou kunnen bedenken wat je met meer zou doen. En dan kan je ook hier een aantal dingen roepen. Je kan nu is het zeggen die inhoud veranderen. Je kan zoiets op één plek zetten en door herhaling zeg maar, dat doet één stap. Ik zou bijvoorbeeld op een plaats aan kunnen zetten, weglopen op een plaats. Staat te praten en doet deze dingen, dan gebeurt er iets heel anders. Wat eigenlijk minstens even interessant is. Dus u beweegt heel veel met uw handen als u staat te praten. En dan komt er een soort uit een winkel, een soort commentaar op de keyboard. Ik weet er niets van, hoor, zeg ik. Maar dat denk ik dan dat ze een puntje doen. Zou ze daar een commentaar wat ineens bij gewone handelingen ontstaat? Dat raakt mij in ieder geval, dan is het meer dan wanneer dat ding zou moeten spelen. Ja, ik heb ook vaak het gevoel dat hij gewoon in zijn eigen leven gaat leiden. Ja. Zeker nu, dus overal neem ik aan terecht zal komen waarmee mensen er weer totaal andere dingen zouden meegenomen. Maar zeker kan je dat wat je hier doet met een keyboard doen. Ik heb het alleen altijd heel vreemd gevonden dat je zo'n klank die niks met toetsen te maken heeft, want zo'n toets is natuurlijk om die hamer op die snaren uit te slaan. En dat je dan toch dat interface gebruikt, zeg maar. Ja. Maar ik, nogmaals, ik ben ook geen muzikant, dus ik ben daar ook helemaal niet mee gewend om met toetsen overweg te gaan. Ik speel geen piano bijvoorbeeld. Heel erg bedoeld bedoel is ook van, heeft u ook plannen om bijvoorbeeld dat systeem dan te laten reageren op dingen die gewoon gebeuren? Dus er was iemand die opperde om het gewoon op straat neer te zetten. Bijvoorbeeld. En met interessante dingen die daar zijn, in feite, die mensen waarschijnlijk onbewust om muziek te laten gaan. Ja, het blijkt natuurlijk wel altijd, je bepaalt van tevoren op welke plaats je klank is het. En hoe die klanken zich zullen gedragen. Ik bedoel, het is al een keuze om hier een klank op deze manier in neer te dragen. Je zou één klank in je buik kunnen zetten. Ja, je maakt nu ook echt over ruimte, maar het gaat dat het gewoon tweedimensionaal is. Op dit moment is het echt gewoon is het een vlak voor je. Het lijkt me wel op zich. Maar het is nog niet tweedimensionaal, want als u een stukje naar achter gaat en voor, dan heeft hij toch ook
Alleen hij staat op de kamer. Ik heb hier op dit moment niet de kamer daarbij gehad. Ik heb wel een schets gemaakt wat vol had met licht. De belichting waar de camera in gaat. In dat aspect bij mij met de grootte van het object wat door het systeem gezien wordt. En dat zijn in dit geval mijn handen. Daar is waar het mee werkt. Zeg maar. Je moet je voorstellen dat een videobeeld die wordt elke 25 seconden als het ware bevroren. En het volgende beeld wordt daarvan afgetrokken. En door dat verschil, die beeld, daaraan koppel je dan acties, noten, geluiden, klanken. En dan heeft het gesloten. Je speelt er wel mee. Hier kan je dus ook als een van de dingen gebruiken. Niet alleen horizontaal, verticaal, maar je hebt ook een aantal aspecten die je mee kan nemen. En dat is iets wat op dit moment dan de diepte toch een functie geeft. Is dat je normaal zet of vind je normaal zo'n manier aan? Het is wel altijd een plannen geweest van de Tweede Kamer. Helemaal in het begin, en dat is dan dus een sensor. En die stond. Maar ja, ook omdat ik dit vanaf het begin af aan zo benaderd heb, dat het dat nog niet waar is, dat is dat zijn de omstandigheden. Ik hoop dat jullie er niet klaar zijn. Zal ik gewoon opzij stappen? Dat, Vet, lijkt me best dat gewoon. Kan je de camera verplaatsen op het publiek of kan dat?